Dit lijkt behoorlijk gevaarlijk. Sterker nog, het is gevaarlijk. Maar waar komt al die straling vandaan? Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over stralingsbronnen. We beginnen redelijk dicht bij huis, bij de tandarts. Als die een foto maakt, dan maakt die gebruik van een zogenaamde röntgenapparaat. En in zo'n röntgenapparaat, daar zit logischerwijs een röntgenbuis. En die röntgenbuis, die produceert röntgenstraling. Dus het is het stralingsbron. We kijken eventjes hoe dat precies in zijn werk gaat. Zo, we schuiven even omhoog en we kijken eventjes hoe het in elkaar zit. Het eerste wat opvalt is die gloeidraad. Zo'n gloeidraad begint te gloeien en daardoor komen elektronen vrij. En die elektronen die hebben een behoorlijke grote hoeveelheid energie, want ze worden aangetrokken door anode en er staat 32 kilovolt op. 32.000 volt. Dat betekent dat de energie van één elektron Q keer U is 32 kilo elektrovolt. En dat is voor een elektron behoorlijke hoeveelheid. Even die kilo elektrovolt, wat betekent dat ook alweer? Kijk, de lading in coulomb, ja, is 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. U, 32 kilovolt. Ja, als je dat invult, dan krijg je de energie in joules. Maar als je Q in hoeveelheden van dat elementaire ladingskwantum doet, in E, dus is 1, en de spanning in kilovolt, dan krijg je dus automatisch de eenheid in kilo elektrovolt. Het is ongelijk wat voor eenheid je invult, wat voor eenheid je eruit krijgt. Maar goed, belangrijk is dat die elektronen veel energie krijgen, elektrische energie. En dan gaan ze dus op pad, en als ze op pad gaan, dan wordt elektrische energie omgezet in bewegingsenergie, in kinetische energie. En plotseling knallen ze op de anode en staan ze stil. En dan wordt al die kinetische energie plotseling pats naar nul gedaan. En het wordt omgezet in straling, in elektromagnetische straling. We noemen dat ook wel heel toepasselijk remstraling. En die straling die daarbij vrijkomt, dat is de röntgenstraling. We gaan even kijken naar die röntgenstraling natuurlijk. En vooral naar de energie van die straling. Elektromagnetische straling, röntgenstraling, bestaat uit fotonen. Ja, en die zetten we verticaal neer. Wat is nu de maximum energie die een foton kan hebben in die röntgenstraling? Nou, die is natuurlijk gelijk aan de energie die zo'n elektron in het begin heeft. Want wet van behoud van energie, oftewel maximaal kan het 32 kilo elektrovolt zijn. Maar lang niet alle fotonen zullen die energie krijgen. Dat is verdeeld. Ja, een aantal fotonen, ja, die redt het helemaal niet, heeft een energie van nul. En maar een paar fotonen, die hebben het maximum bereikt. Nou, nu heb je voor toepassing natuurlijk niks aan fotonen met een te lage energie. Ja, oftewel, die wil je eruit hebben. Want ja, die kunnen alleen maar schade aanbrengen aan het gezond weefsel. Hè, en ze dringen niet goed genoeg door om van nut te zijn. Nou, hoe wordt dat gedaan? Hè, daar waar de röntgenstraling uit de buis komt, daar zit een venster. Ja, en het venster dat is tegelijk ook een filter. En een filter dat filtert de fotonen eruit die een te lage energie hebben. Hè, die fotonen kunnen er niet uit. En alleen door het venster gaat de straling heen, want de hele andere richtingen worden afgeschermd door een omhulsel van lood. He, want anders zou het te gevaarlijk worden natuurlijk. Nou, betekent dus dat dat lijntje daar, dat is het ongefilterde aantal. He, dus zou er geen filter zijn, dan zou dat de grafiek wezen van het aantal fotonen als functie van de energie van de straling. Maar dit is het gefilterde aantal. Ja, en dan zie je dus inderdaad dat de lage energie, ja, die heb je niet. En je krijgt dus inderdaad alleen die fotonen eruit die inderdaad van nut zijn voor bijvoorbeeld het maken van een foto van je onwillige kies of iets dergelijks. Hoe kun je zo'n röntgenbuis gebruiken? Nou, je kunt in ieder geval de spanning instellen. Ja, want de spanning bepaalt de maximum energie. Ja, dus je hebt hier een knopje en daarmee bepaal je dus
waar deze ergens eindigt. Dan heb je ook nog een spanning, ja, die voor het gloeidraad is. Ja, en wat bepaalt die nou? Nou, als je die hoger of lager zet, gaat de gloeidraad dus meer of minder gloeien. En betekent dus dat er meer of minder elektronen vrijkomen. Oftewel, die spanning, ja, die bepaalt de intensiteit. Dus je hebt twee spanningsinstellingen bij een röntgenbuis. Nou, deze bepaalt de intensiteit. En deze bepaalt de maximum energie van de röntgenstraling die eruit komt. Niet alleen straling uit een röntgenbuis, maar ook uit radioactieve stoffen, uit atoomkernen. Kijk, een atoomkern, ja, die kan een bron wezen. Let op, hè, niet alle kernen zijn dat natuurlijk, voor gammastraling, alfastraling of beta-straling. Ja, oftewel, dat zijn de kernstralers. Bijvoorbeeld, daar staat het uranium en radium, hele bekende kernstralers. En als we eventjes naar zo'n kern kijken, ja, hoe is die opgebouwd? Wellicht weet je dat nog. Nee, je hebt die rode balletjes, dat zijn de protonen. En het atoomnummer is het aantal protonen in de kern. Dus in dit geval hier zijn het er een stuk of 11. Let op, die 11, dat is ook meteen de lading van de kern. Hè? Want alleen de protonen hebben lading. Dus als er 11 protonen in zitten, dan is de lading van de kern dus 11e. Goed, heb ook nog van die zwarte bolletjes. Ja, en die zwarte bolletjes zijn het aantal neutronen. Ja, en dat noemen we, hè, dat geven we weer met de hoofdletter N, hè, het aantal neutronen. Belangrijker is trouwens, in plaats van 9, het totaal. Ja, dus 11 plus 9 zijn in totaal 20 deeltjes. En die 20, daar maken we wel gebruik van, want 20, dat is het massagetal. Ja, dus massagetal is dus het aantal protonen plus het aantal neutronen, oftewel 20. Een notatie voor dit soort kern, ja, dat zie je hier. Ja, het atoomnummer 11, dat hoort bij het element natrium. Kun je eventueel opzoeken in binas. En het massagetal voor deze is 20. Ja, dus de notatie van de kern is op deze manier. Ja, je hebt dus twee getallen aan de linkerkant van het symbool staan. De bovenste is altijd het grootste getal en dat is het massagetal. En daaronder komt het atoomnummer. En hè, bijvoorbeeld 2011 natrium. Je hebt trouwens ook alternatieve notaties. Hè, je kunt ook zeggen van hey, natrium-20. Want die atoomnummer, de 11, dat staat er vast natuurlijk. Hè. Als je weet dat natrium is, dan is het atoomnummer altijd 11. Hè, en vooral deze notatie, hè, die kom je nog wel eens tegen in boeken. Omdat het wel makkelijk is, omdat het gewoon op één regel kan. En ze hoeven geen rare dingen te doen. Deze notatie zie je soms, maar om eerlijk te wezen niet vaak. Dus we gaan nu even kijken naar een notatie niet van het element, maar echt van de deeltjes die in zo'n atoom zitten. We kijken eerst naar het proton. Nou, het symbool voor proton is niet zo moeilijk, dat is de kleine letter P. En hoeveel protonen zit er in één proton? Nou, je bent snel uitgeteld, dat is 1. En het totaal aantal deeltjes is er ook 1. Oftewel, het symbool is 1,1p. Het neutron, ja, heeft ook weer een logisch iets, namelijk de kleine letter n. En in 1 neutron zitten 0 protonen. Dus atoomnummer is 0. En het totaal aantal deeltjes is 1. Kortom, de notatie is 1, 0, kleine letter n. Het elektron, ja, die begint redelijk eenvoudig. Namelijk het symbool is de kleine letter E. Maar wat hoort er nu linksonder te staan? Nou, het atoomnummer, ja, heb ik inderdaad gezegd, dat is eigenlijk ook de lading van het deeltje. En de lading van elektron is min 1. Kortom, linksonder hoort te staan min 1. De massa van elektron is zeker vergeleken met neutron en proton verwaarloosbaar. Ja, het aantal protonen en het aantal neutronen in elektron is 0. Kortom, er is wel wat voor te zeggen om daar een 0 neer te zetten. Het elektron, ja, in wat voor type straling was dat? Dat was in de beta-straling.
Ja, en beta-straling was dus het beta-min-deeltje. En je mag dan ook op die manier wijs opschrijven. Ja. Het andere straling was alfa-straling. En alfa-straling ja, bestaat uit heliumkern. Nou, als je zo'n heliumkern even bekijkt, ja, dan ziet het er zo uit. En dan zie je dus al van, goh, twee protonen, twee neutronen. Dus dan is het symbool helium en linksonder een 2 het aantal protonen en linksboven het totaal aantal deeltjes 4. Ja, dus dit is de notatie voor de heliumkern en die alfa-straling mag je zo ook noteren, maar meestal wordt het op deze manier gedaan, zodat het duidelijk is van, hey, let op, alfa-straling. Nou, beta-straling, alfa-straling, hebben we nog de gamma-straling. En ja, wat is gamma-straling? Gamma-straling, dat zijn geen deeltjes, hè? Het is gewoon elektromagnetische straling. En vandaar dat je voor gamma-straling mag opschrijven 0,0 gamma. En hè, vaak wordt ook gewoon die 0,0 weggelaten, omdat men wel weet van, hé, hey, gamma, hè, laat maar. We kijken naar een wat grotere kern, namelijk die van radium. Ja, radium-226, dus dat kun je opzoeken in die isotopentabel, tabel 25. En dan zie je dus inderdaad dat radium-226, ja, die is niet stabiel en die zal vervallen met een alfa-straling. Ja, oftewel, hij voelt zich niet echt happy en als je je niet happy voelt, dan moet je ze nu en dan eens een keer wat kwijt. En in dit geval is het een alfa-deeltje, die radium, dat noemen we ook een alfa-straling. Ja, en nogmaals, hè, het notatie is 4,2 alfa, maar eventueel mag je ook neerzetten 4,2 He van helium. Maar als een kern iets kwijt is, dan is hij zich niet meer zichzelf. Oftewel, dat wordt omgezet in een ander iets. En wat is dat ander iets? Nou, het andere iets, dat is, het lijkt wel redelijk op radium, maar Rn, dat staat voor radon. He, uiteindelijk om N, vandaar Rn. Hoe komt het nou dat het 222-86 is? Nou, kijk, hij gaat 4 deeltjes, geeft je weg. Dus het massgetal wordt met 4 verlaagd. Dus 226 met 4. En van die 4 deeltjes zijn er 2 protonen. Dus het atoomnummer gaat ook 2 omlaag. Vandaar dus die 86. We noemen die kern radon-222 in dit geval een vervalproduct van radium. Nou, die kun je samen nemen in een zogenaamde vervalvergelijking. Een vervalvergelijking heb je altijd dat je begint met wat je in het begin hebt, dus dat is radium, dan een pijltje en dan wat je krijgt, namelijk vervalproduct en het deeltje wat je uit hebt gespuugd. Ja, en dan zie je hier ook weer dus, weer die 226 is 222 plus 4, 88 is 86 plus 2. Het is in feite een redelijk logisch iets als je zo'n vervalvergelijking moet opschrijven. Dit is een alfa-straler. We gaan het nu hebben over. We kijken even naar een andere kern. Ja, TM. En TM staat voor thulium. En thulium even opzoeken in binnenast natuurlijk wel thulium-171. En dan zie je dus dat daar een beta-deeltje bij vrijkomt. Nou, even kijken of we dat kunnen zien. Ja, daar komt hij alweer. Ja, maar een klein deeltje natuurlijk, een beta-deeltje. Het is een elektron. Ja. En als er een elektron uitkomt, dan zal er dus weer een verandering optreden. Een vervalproduct. Hoe ziet het vervalproduct eruit? Probeer eerst eens zelf even na te denken van, hé, wat is het ook alweer? Komt nu het antwoord. Ja, wat ontstaat is ytterbium. Ja, ytterbium 171. Ja, hoe kan dit? Nou, die 171 is het massagetal. Ja, en de massa, althans qua massagetal, blijft gelijk. Ja, de massa zal achter komma, ver achter komma natuurlijk wel veranderen. Want ja, je vliest een deeltje. Maar qua aantal protonen en neutronen is er niks veranderd. En daaronder, die 70, ja, hoe komt het dat daar eentje van afgaat? Nou, de lading moet gelijk blijven. En kijk, als er dus plotseling een negatieve lading bijkomt, dan moet er dus, om het zaakje in evenwicht te houden, wel een positieve lading bijkomen. Oftewel, wat er gebeurt is dat er een proton,
dat een neutron transformeert naar een proton. Ja, dat is wat er eigenlijk in de kern gebeurt. De vervalvergelijking, daar weer. Ja, de opbouw is weer hetzelfde. Wat je hebt, pijltje, wat je krijgt. En ook de sommetjes zijn hetzelfde. Ja, en zo zie je ook meteen natuurlijk dat er boven inderdaad nul bij komt. En daaronder krijg je inderdaad precies wat je met de lading kunt doen. Ja, kun je in feite ook gewoon wiskundig doen. Links 69, dan moet ik rechts ook 69 hebben. Rechts krijg ik 70, ja, want er is een min 1 bij. Ja, links en rechts moet het gelijk wezen. Een iets bekendere kern, zuurstof, O15. Binas zie je dat het een beta plus wordt. Ja, oftewel, kijk, daar heb je weer. Ja, qua omvang gelijk natuurlijk aan een elektron, maar in dit geval is het een positron. Wat ontstaat er voor een vervalproduct? Nou, de massa blijft gelijk, maar je hebt hier nu een positieve lading erbij. Betekent dus dat de lading van het vervalproduct 1 naar beneden moet gaan. Ja, je ziet het misschien beter in de vervalvergelijking. Ja, links, hè, wat je hebt, dus dat is O, hè, linksboven 15. Dus heb je aan de rechterkant ook dat er 15 gewoon blijft. En linksonder het atoomnummer 8. Ja, en dus rechts, ja, het beta plus is 1. Oftewel, wat er overblijft is 7. Het opstellen van een vervalvergelijking is, nou, 100% zekerheid wil ik niet zeggen, maar toch wel 99% zeker dat het ook in het examen voorkomt. Dus vandaar eventjes van, hoe doe je dat nou rechtstreeks? Nou, bijvoorbeeld calcium 45. Wat wordt de vervalvergelijking daarvan? Druk eerst eens een pauze en ga er eerst zelf in mee bezig. Ja, nou, hoe doe je dat? Je schrijft allereerst op de pijl. Nou, daarna pak je binas en je zoekt bij 20 van, oké, wat hoort erbij? Het 20 calcium. Je hebt verschillende isotopen bij calcium, maar je pakt natuurlijk 45. Ja, maar het is getal 45. En dan zie je dat daar alleen een beta-min deeltje vrijkomt. Het getal wat ernaast staat, dat is de energie dat de beta-deeltje krijgt. Maar dat hebben we nu even niet nodig. Alleen het beta-min deeltje is van belang. En dat schrijf je op naar de pijl. En dan ga je kijken van, oké, de opgave en de som moet gelijk blijven. Dus links staat er 20, rechts staat min 1. Dus daar hoort nog 21 bij. Links staat 45, rechts staat 0. Dus dan blijft er gewoon 45. En die 21, het atoomnummer, dat is dan natuurlijk scandium. Stel je voor, je hebt niet calcium 45, maar je hebt calcium 47. Calcium 47 is ook gewoon een beta-minstraler, maar je ziet dat daar ook gamma-straling bij vrijkomt. Oftewel, die vervalvergelijking, ja, die schrijf je zo op, waar staat gamma bij, zet die gamma er ook bij. Hoe ontstaat die gamma? Nou, meteen na het verval van zo'n beta-deeltje, dan heb je scandium, maar zo'n scandium kern die bevindt zich dan nog in zogenaamde aangeslagen toestand. Kortom, hij bevindt zich, ja, als je zou tekenen, zo is het wezen. Ja, natuurlijk zijn er veel meer protonen en neutronen, maar ik doe het even zo, dat is wat makkelijker. Stel je voor, dit zijn van die magneetballetjes. Nou, voor je het weet dan, klik, gaan ze op deze manier zich rangschikken. Ja, oftewel, ze gaan zich naar een stabielere toestand bevinden en dat gaat gepaard met afgifte van energie, oftewel gamma-straling. Let op dat dan de proton en neutron gelijk blijft. Dus scandium 47 blijft gewoon scandium 47. We noemen scandium 47 dus in zo'n aangeslagen toestand, ja, een isomere toestand. Scandium 47 is dan ook een isomeer. Trouwens, scandium 47, ja, als je binnen bekijkt, dan zie je dat er maar één scandium is, namelijk scandium 41. En dan kun je afvragen van, oei, klopt dat wel? Het antwoord is ja hoor, want in binas staat lang niet alles. Ja, als je scandium eens opzoekt, ja, leven Wikipedia. En als je hier even kijkt, scandium, dan zie je dus dat van scandium heel veel isotopen zijn. Ja, oftewel, wat in binas staat, is maar een
tieltje van wat er allemaal in de echte wereld gebeurt. Kortom, het staat niet in Bina's, maar het bestaat toch echt wel hoor. Als je dit zou opzoeken in Wikipedia dus bijvoorbeeld, het scandium 47, dan zul je zien dat het scandium 47 zelf ook niet stabiel is. Oftewel, die gaat ook weer vervallen, ne? En dan krijg je dus titaan. Ne? We noemen zoiets dus dat er één vervalt en daarna weer vervalt. We noemen dat een zogenaamde vervalreeks. En er hebben behoorlijk veel vervalreeksen. Bijvoorbeeld deze. Ne? Dit is een vervalreeks van thorium-232. En die vervalt allereerst met een alfadeeltje. En dan wordt het dus radium. En radium vervalt met een beta-deeltje naar actinium. En dan zie je dus dat hij weer vervalt, weer met een beta-deeltje. En dan wordt het weer thorium. Maar wel een ander soort thorium natuurlijk, een ander isotoop. Ja, thorium-228. We begonnen met 232. Ja, thorium, weer alfa-verval. Ja, wordt weer radium. En dan gaat het met een alfa-verval verder naar beneden toe. Ja, totdat het naar lood gaat. Lood-212. Ja, en dat krijg je weer met een beta. En hier, ja, welke kant ga ik op? Nou, laat ik eerst dus beta-verval die kant op gaan. Polonium weer. En polonium met een alfa gaat naar lood. Ja, en daar stopt het. Maar je ziet dus dat je ook op die manier kon doen. En als je dit opzoekt in Bina's, ja, bismuth-212, dan zie je inderdaad dat het vervalt met alfa en beta min. En welk van die twee het wordt, ja, dat is een bepaald percentage met alfa-wezen en een ander percentage met beta-min. En je kunt niet vooraf voor één kern voorspellen van het wordt dat. Nee, er is een kans dat het alfa wordt en een kans dat het beta-min wordt. Maar in ieder geval, het eindigt bij lood-208. En dat is een stabiele kern. Ja, daar stopt de vervalreeks. Ik wou toch ook even nog naar tabel 25 kijken. Een belangrijke tabel, hè, hebben we vaak nodig. Wat kun je met een isotopentabel? Nou, bijvoorbeeld lood. Nou, het heet niet voor niks een isotopentabel. Want je kunt zien van, hey, hoeveel isotopen komen voor? Ja? In dit geval 9, althans. Hè, ik heb bij scandium ook gezegd, er komen ook wel isotopen in de natuur voor die niet in binnen staan. Maar goed, we moeten ermee doen. Voor lood bijvoorbeeld, denk aan lood-204, dat is een bepaalde isotoop. En dan zie je dus in Bina's dat die maar beperkt voorkomt. Maar 1,4% van al het lood is de isotoop 204. Ja? En er zijn zelfs isotopen, ja, die niet in de natuur voorkomen. Want je ziet, hè, daar staat een percentage en daaronder staat niks. Nou, hoe kan dat nou? Nou, die isotopen, he, die zijn gewoon een product van een andere splijting. Ja, en dat is dus niet iets wat je normaal in de natuur voorkomt. Dan krijg je dus alleen, nou, bijvoorbeeld in een kernreactor, dan ontstaan die isotopen. Dan de laatste kolom. Dan zie je dus van, hey, welk vervaldeeltje zijn er? En als daar niks staat, dan weet je van, oké, dan zijn ze stabiel. Ja, dus je kunt in de laatste tabel zien van welke isotopen zijn stabiel. Lood 212, ja, je ziet, is een beta-straler. Ja, dus een beta-deeltje, het is instabiel. Ja, vervalvergelijking kon je opschrijven, hè, daar hebben we een paar keer mee geoefend. Dan, dat beta-deeltje, dat krijgt een energie. En de energie is 0,59, ja, let op, hier 0,59. Goed oppassen dat het in mega-elektrovolt is. Ja, dus het getal hieronder is de energie van het deeltje in mega-elektrovolt. Dan kun je natuurlijk omwerken naar joules. Ja, 0,59 keer mega. Mega is 10 tot de macht 6. Elektrovolt 1,6 keer 10 tot de macht min 19. En als je dat in je rekenmachine stopt, dan krijg je dat de energie van zo'n beta-deeltje is 9,4 keer 10 tot de macht min 14 joule. Zullen dus zeggen, goh, dat is niet veel. Nou, zo'n elektron heeft natuurlijk ontzettend kleine massa. Dat betekent toch dat dat een ontzettende hoeveelheid energie is die zo'n elektron krijgt.
Dan kijken we nog eventjes naar lood 204, de bovenste. Want dan zie je dus dat daar als vervaldeeltje, nou deeltje, het is geen deeltje, het is gammastraling. En dat hebben we met scandium ook gezien, hè, dat was een isomeer. Maar lood 204, ja, die zal heel lang in die toestand blijven. Je ziet hier dus 1,4 keer 10 tot macht 17 jaar duurt het voordat zo'n deeltje een kans heeft om te vervallen. Ja, de halveringstijd, een volgende keer daar meer over. Maar betekent dus dat hij redelijk stabiel is. En we noemen dit isomeer dan ook een metastabiele isomeer. Wat is de vervalvergelijking van lood 204? Nou, het idee is precies hetzelfde. Je vult weer in van het deeltje wat vrijkomt. Nou, hier niet een echt deeltje, maar de straling, het foton. En dan, wat moet er staan? Nou, het blijft gewoon 204,82. Ja, dus dit is wat het verval is van een metastabiele isomeer. Zo, ik zou zeggen van, wat maken we ervan? We maken er een stralend einde van. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.